Welkom terug. Ja, Dennis weet niet zoveel pech heeft op vakantie. Nou, echt, het lijkt wel of er een vloek op rust. Want ze gaan altijd heel graag naar Bali. Vorig jaar was hij daar met zijn partner Stella. En die kreeg daar een acute hernia. En zo ernstig dat ze met spoed naar het ziekenhuis moest. Nou, heel vervelend. Toen heeft Dennis beloofd, logischerwijs om haar mee te troosten, volgend jaar doen we het dunnetjes over en we nemen mijn moeder mee. En dat heeft hij ook gedaan. En wat denk je? De moeder van Dennis krijgt een ongelukje. En belandt dus ook nog eens een keer in een ambulance en naar het ziekenhuis. En we hebben hem gevraagd om daar zelf even iets over te vertellen. Het was zeker schrikken. Na een week in Bali hadden we één dag dat het ontzettend hard regende, waardoor de straten heel erg glad werden. En ze lette heel eventjes niet op en toen gleed ze onderuit. En toen merkte ze al gelijk dat ze niet op kon staan. En toen heeft Stella gelijk een ambulance gebeld. En in het ziekenhuis, daar moest ze blijven een nacht. En 's ochtends kreeg ze de uitslag van de scan. En toen bleek dat ze dus een breuk heeft in de bekken. Waardoor ze de rest van de vakantie heeft door moeten brengen in een rolstoel en daar nog steeds in zit. Ze kunnen daar verder niet aan opereren, dus het is vooral een kwestie van tijd en geduld. Verder gaat het hartstikke goed met haar. En het is gewoon een hele dikke pech. Ik zou zeggen, volgend jaar gewoon naar Tormelinos op vakantie. Dan valt het hopelijk mee. Maar het is natuurlijk best wel heel erg lullig, dit. Hè? Ja. Totaal. En bekken echt. Is echt pijnlijk. Ja, daar ben je heel lang mee bezig, vrees ik. Dan Bart, die bekende zanger die zijn huwelijk afgeblazen heeft. Het gaat om Robert Leroy en zijn verloofde Jamie. Die zouden groot gaan trouwen en dat zou in Italië gaan plaatsvinden. En alle toeters en bellen. Ze hadden heel veel gasten, 84 hadden ze er al uitgenodigd. Nou, dat hebben ze op een gegeven moment al gehalveerd. En nu blijkt dat hij helemaal niet meer gaat trouwen. En dan vraag jij je natuurlijk af, waarom dan niet? Ja? Ze zijn niet uit elkaar. Hij vertelt zelf waarom daar niet getrouwd wordt. We hebben het uitgesteld en dat hebben we echt gewoon bewust gedaan. Omdat wij zijn op zoek naar een huisje. We willen heel graag.